Wie mag Europa in? Twee wedstrijden om dat te bepalen. Wordt het Sparta of Twente? Op beide valt eigenlijk weinig aan te merken dit seizoen. Allebei een prachtig seizoen gehad en allebei zouden ze Europees voetbal verdienen met de prestaties die zijn geleverd. Maar slechts één gaat het ook daadwerkelijk halen natuurlijk. Nog oude bekenden die elkaar tegenkomen. En natuurlijk de Sparta-mars voorafgaand ook aan deze editie van Sparta Twente. De nummers 6 en 5 van de Eredivisie tegen elkaar. Een ongekend knappe prestatie van Sparta. Twente, daar heerst her en der nog het gevoel, had het misschien nog hoger gekund. En nu in twee wedstrijden knokken om Europa in te mogen. De heer Jacobs ook aanwezig. Ja, dit is een wedstrijd waar veel mensen bij willen zijn. Leguizuelo. Samba. Vlak naar hem toe. Geen goede paas. Tjerni. Brunet. Vrij kansloze bal van Brunet. Veel te hard voor Ugo. Kitolano. Heerlijke beweging. Kitolano verschuren, wil hem eigenlijk laten voor Namli. Dat lukt niet, dan zit Smal ertussen. Misijan is er vrij langs bij Vriends. Het is 4-3. En de kans is er dan voor Smal, die eigenlijk nog een stap naar rechts moet. Om hem bij Tjerni te bezorgen. Saito staat dus een beetje achter Lauritsen. Dus de lange bal op Lauritsen, die dan verlengt op Saito. Nou, komt precies zo uit. En Saito schiet dan ook maar, alleen is het schot wat hoog. Het is heel voorspelbaar, want je ziet het al op het moment dat Olij die bal nog aan de voet heeft. Wat Sparta wil, maar doe er maar eens wat aan. Want de lange bal van Olij is op maat, het verlengen van Laurits is dat ook. En dan komt Saito dus in stelling, alleen is het schot niet geweldig. Bal geraakt door Plekezuelo, Pruppen, Zerouk. Tjerni. Smal heeft heel veel ruimte. Moet Van Krooi daar naartoe. Misijan. Rugdekking van Van Krooi voor Sambo. Smal. Meijers. Eerthuizen. Brenet. Sterker dan Saito in dat duel. Goed balletje op Tjerni. Voordeel gegeven. Want de kans is groot en het doelpunt niet daar. Brenet kijkt nog eens een keer naar Manschot. Ja, maar natuurlijk krijgt hij niet alsnog een vrije trap. Dit was gewoon uitstekend voordeel van de scheidsrechter. Het is een overtreding op Brenet. Hij zou eventueel er nog geel voor kunnen geven, maar Tjerni mag door. Want die staat 1-1 met Olij. Voorzet is goed. De kans daar, maar net naast gegleden. Daar kwam Sadelek op het juiste moment. Hij heeft daarbij zijn hand geblesseerd. Wordt niet goed meegelopen door de middenvelders van Sparta. En dan is het geen makkelijke kans, want hij moet vliegen naar de bal. Verschuren kijkt. Ja, Verschuren is hem wel helemaal kwijt. Als hij hem goed raakt, Sadelek, dan is dat de verantwoordelijkheid van Verschuren. In de val gaat het mis.
Buitenspel. Er is al gefloten voordat de bal erin ging. Dus zelfs al zou de VAR, tenminste, volgens mij, hij zegt wacht nog even. Daar wordt een overtreding geclaimd. Maar er is dus gefloten en gevlacht voor buitenspel. Vandaar dus dat zowel dat vasthouden toen het van Laurits als daarna het afronden er niet meer toe deed. Oh, zo. Eerthuizen pakt de kaart. Goeiedag. Die is ook niet een klein beetje te laat in dat duel met Vlap. Nou, dit is er eentje die je echt zonder moren accepteert. Oh, een lompe actie. De VAR gaat hier niet van zeggen dat dit rood is. Maar als Mansveld hier rood geeft, gaat de VAR denk ik ook niet zeggen van nou, dit is 100% geen rode kaart. Ugalde. Brenet. Tjerny, net niet lekker aangespeeld, dus moet er een voorzet komen. Nou, kan ook een paas op zijn rookie zijn geweest. Smal. Zerouk, Misijan. Oh, Olij laat los! Die was al bij de bal naar voren richting Saito en Lauritsen. Maar had de bal nog niet. Want je ziet hem al kijken, je ziet hem eigenlijk al bezig zijn met de volgende actie. Dat loopt net goed af. Kitolano. Saito. Sanilek nu tegenover hem. Slim balletje. Kitolano. Draaien en schieten. Nou, draaien en denk voorgeven. Sterke wedstrijd tot nu toe. Vlap. Voorzet op Brenet. Dat scheelt niet zo heel veel. Ja, dat was een aftrap waarbij je al zag dat Twente eraan had gewerkt. En Sparta daar bijna verrast met een van de wapens, notabene van Sparta zelf, zo'n aftrap in de tweede helft. Hier is Saito. Tegenover Tjerny. En Tjerny maakt een overtreding. Strafschop voor Sparta. Aanvallers die mee verdedigen en dan krijg je dit. Hij doet die stap naar voren, steekt zijn been niet uit. Dat houdt hij goed in. Hij raakt hem heel licht. En dan is het 1-0 voor Sparta. Van Krooi benut hem. De vleugelspelers doen het. De een versiert de penalty, de ander benut hem. Koenestal in de hoek, de bal in het midden. Vlap tegen de hand van Kitolano leek het, de bal nog door. En dan heeft Sadilek een overtreding gemaakt en Sadilek krijgt geel. En Sadilek mist de return. Derde speler van Twente met geel, de eerste voor wie het gevolg heeft. Sadilek is er zondag niet bij. Wat een eikel, joh. Er is ook geen woord Spaans bij. Ugalde eruit voor hem van Wolfswinkel. Vlap gaat eruit. Voor hem komt Stijn. Meteen wat instructies aan het doorgeven. Hij op de plek van Vlap en van Wolfswinkel in de spits. Recht toe, recht aanwissels bij Jans. Brenet geeft van Wolfswinkel. Kitolano. Stijn. Tjerny, Sadilek, Olij plukt. Wel meteen een doelpoging. Zo probeert Jans natuurlijk ook verse energie te brengen. Strakke bal bij de tweede paal, waar Brenet wegkopt, ineens ingebracht.
Kan bijna nog worden verlengd door Vriends. Tjerni neemt geen risico. Kan er wel... Oh, dat is Hens. Maar Misicjan kan ook zo door. Misicjan, wordt hij neergelegd of niet? Nee, zegt Manschot. Een heel belangrijk moment. Anders zou het natuurlijk ook nog eens een keer rood kunnen zijn voor... Verschuren. Saito. Voorzet. Lauritsen raakt de bal wel. Ah, lastig. Hens van Sambo. Dan kan Misicjan door. Ja. Hij raakt Misicjan eerst en dan de bal. En hij maakt Hens. Het wordt uiteindelijk gewoon een corner. Maar Sambo, die ook op scherp staat, heeft daar niks te klagen. Want als hij fluit voor die hensbal bijvoorbeeld, is het denk ik geel. Dan mist hij dus ook de return. En daar is bijna de 2-0. Als Verschuren kopt, maar voorlangs. Het is een hele rare wedstrijd. Komt er nog die ene kans waar Twente zo naar op zoek is. Voorzet te hoog voor Van Wolfswinkel. Eerthuizen kopt weg. Tjerni. Salek brengt in. Olai heeft niet en dan is hij daar. Zerrouki kopt de 1-1 in. Twente toch op gelijke hoogte. Hij heeft amper iets te doen gehad, maar is nu wel geklopt. In Rotterdam door de man die in Rotterdam furoren wil gaan maken. Maar dan even verderop. Masker of niet, koppen kan hij, koppen doet hij en het is 1-1. Het zit erop, het eindigt net als eerder dit seizoen in de Eredivisie in 1-1. En het applaus is er van de Sparta. Supporters, er is meteen ook wat onvrede op het veld. Ik weet niet wat daar allemaal nog gebeurt. En dan moeten we over een paar dagen weer tegen elkaar.